Gianluca Nijholt, dag 3 van het trainingskamp zojuist afgerond. Even een korte terugblik, hoe is het tot nu toe? Ja, goed. Lekker. Het weer is goed. We trainen hard en eten is goed. En, de bergen zijn goed, dat is ook vaak belangrijk. En prima. Het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. En dan? Ja, die mag je zelf wel maken volgende keer. Nee, ja, prima. Dus nogmaals, alles goed om een perfect trainingskamp neer te zetten, denk ik. Hey, even kort terug op jouw afgelopen half jaar. Begonnen met een blessure, even op de bank geweest, die zelf teruggeknokt in de basis. Hoe kijk je zelf terug op die afgelopen maanden? Ja, wat je al zei, het was een moeilijk jaar voor me. Ik denk in het begin lange tijd geblesseerd geweest. En hard gewerkt en eindelijk terug. En dan is het wachten op je kans. En uiteindelijk toch gekregen aan het einde. En ik denk dat ik mijn kans gepakt heb. En nu wil ik die lijn doorzetten en er niet meer uitgaan. En zorgen dat we ons gaan handhaven om het zomaar even mooi te noemen. Ja, want een voetballer die niet voetbalt, dat is het ergst voor de voetballer wat er is volgens mij. Hè? Ja, dat is niks, dat is niks. Dat, op de bank zitten, voor, in het begin zelfs op de tribune, dat is voor een voetballer is killing. Dat wil niemand. En uiteindelijk is het wel mooi dat je het zelf zo om kan draaien. En ziet de wereld er ineens heel anders uit. Ja. Op het middenveld, je kans gegrepen na enkele blessures. Die jongens trainen inmiddels ook weer mee met de groep. Er komen er nog een paar extra aan die langer geblesseerd zijn. De concurrentie wordt moordend hè, op het middenveld. Ja, zeker. Maar niet alleen op het middenveld, achterin ook. En er komen weer goede jongens terug. En ik denk dat het alleen maar belangrijk is. Er komen veel wedstrijden aan en we hebben iedereen nodig. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Hoe kijk jij naar zo'n trainingskamp? Je zit hier 7 dagen bij elkaar op de lip. Werkt misschien hier en daar irritatie, maar het is denk ik wel goed voor het groepsproces richting de tweede seizoen zelf, hè? Ja, zeker. Je zag net al in de partij wat irritatie, en, maar dat hoort erbij. Dat, straks gaan we weer met z'n allen kaarten en wat drinken en dan is het weer gezellig. En, die 7 dagen, dat is zo voorbij en het is hartstikke leuk. En, een keer wat anders, andere omgeving, lekker weer, wat ik al zei, is nogmaals prima, denk ik. Nog even een paar dagen genieten. Ja, maar wel hard trainen en dan komt alles goed in.